Erwin, een dag na de wedstrijd tegen ADO. Hoe kijk je erop terug? Ja, teleurstellend natuurlijk. We hadden heel graag die ongeslagen reeks voortgezet. Is niet gelukt. En dan is 3-0 is wel een duidelijke uitslag. Hoewel de wedstrijd wel iets anders was dan de uitslag deed vermoeden. Maar ja, 3-0, dan heb je gewoon verdiend verloren. In hoeverre was de wedstrijd anders dan de uitslag doet vermoeden? Nou, ik denk als je de wedstrijd gezien hebt dat wij de eerste helft de bovenliggende partij waren. Ook gewoon 3 goede kansen hebben gehad. Alleen we waren gisteren gewoon niet effectief. Het rendement was te laag en ik vond het ook allemaal net niet venijnig genoeg. Nou ja, dan scoor je niet. En in de tweede helft geef je een goal redelijk makkelijk weg. Daarna, daaromheen krijg je nog een paar goede kansen. Sherry voor en na de goal en De Leeuw natuurlijk op 1-1. Nou, en daarna hebben we wat risico's genomen, maar hebben het ook niet goed gedaan. Veel te ver uit elkaar gespeeld. Niet allemaal meer omgeschakeld. Kom in hele grote ruimtes en dan geef je ADO de kans om uit te lopen naar 3-0. Nou ja, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Ja. En ook de manier waarop er ingegrepen werd bij de 2-0 en 3-0, dat leek ook niet goed. Nee, dat uiteindelijk gaat het om wat er in allebei de 16's gebeurt. En dat was gisteren zowel de kansen die we kregen, maakten we niet af. Als ik vond ons ook een paar keer minder verdedigen gewoon. Ja, dan krijg je ook zomaar 3 goals tegen ADO Den Haag. Ja. Was dat nou het verschil tussen Groningen en ADO? Dat ADO misschien net wel die venijnigheid had en Groningen niet? Nou, zij waren effectiever en hadden veel meer rendement. Want ik denk dat als je de kansenverhouding ziet, was die waarschijnlijk in ons voordeel. En ik vond ook qua het spelbeeld dat wij wel de bovenliggende partij waren. Maar ja, dat telt allemaal niet. Het is 3-0 en dat is gisteren in de persconferentie ook gezegd. Dan moet je gewoon de tegenstander feliciteren. En vooral weer analyseren wat wij moeten verbeteren. Nou, daar zijn we vandaag weer volop mee bezig. Ja. En ook al in voorbereiding op de volgende wedstrijd? Nou, die combinatie neem je mee. Maar het gaat meer om in combinatie met hoe wij willen spelen en waar we voor staan. En wat we de afgelopen wedstrijden hebben laten zien. En wat we daar nu in hebben laten lopen, wat we hebben gemist. En vooral daar gaat het om.